stapvoets. Hey, Wouter, niks zoek. Hey, Wouter, zie je staan? Daar is hij, daar. Chicane gemist. Ja, Wouter ligt eruit. Hé? Hij ligt eruit. Wouter is einde. Scheisse. Ja. Dan kunnen we even nog verder rijden, zo, nog een beetje. Dan nemen jullie zelfs mooi plaats voor op de wagen, want je krijgt een prachtige trofee overhandig uiteraard. Daar zijn ze, dames en heren. Nijhoff Albert, winnaar geworden, ondanks met wat problemen aan de nieuwe wagen en ondanks dat het stuurkolonne nog wat problemen heeft gekend. En de pech uiteraard ook van Marco Schapers. Spijtig genoeg een dikke proficiat. Nu gaan we uiteraard, meestal geven ze champagne. Nou, meestal, het bier is ook goed, zegt hij dan wel. Maar kijk eens wat... Wacht even, doei. Win jij nou gewoon? Ja. Ja. Leuk, hè? Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben blij mee. Ja, 91 Bos voor het laatste Tulpenrally. Ook ja. In die kleuren. En ja. Nu 2014, jemig. Ja. Ja, we hebben vorig jaar ook al een keer mee gereden, maar ik vind het echt zo'n gave kleuren erop. Mooi agressief uiterlijk dus. Ja, maar het is wel cool dat dan in 2014 gewoon die auto hier in diezelfde omgeving nog een keer wint. Ja, 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 dat hadden we niet verwacht. Maar we hebben 20 kilometer getest thuis, dat was een splitsplinter nieuw. En hij doet top. Dus, fantastisch. Ik heb er geen andere woorden voor. Wat heeft Schapers gehad op de laatste proef? Die op de links 2 is die volgens mij het hard gegaan en is die volgens mij in de berm terechtgekomen. Ik zag ook wat banden eraf en ik weet niet wat die had. Dus. Ja, mooi. Dat wordt feest. Ja, we hadden wat teltijd, dat weet je toch. Ja,